De discussie sleept zich al jaren voort tussen voor- en tegenstanders. Is het houden van dolfijnen in een afgesloten bazin, waar ze kunstjes vertonen, nu slecht voor hen? Klinkt wat arrogant en wat beslist, maar ik ben ervan overtuigd dat dolfijnen gelukkig zijn. Dirk-Jan Verdonk is woordvoerder van de organisatie die zich inzet voor internationale dierenbescherming. Ja, dat is zeker dieronvriendelijk. En we hebben ook gewoon in onze Nederlandse wet afgesproken dat natuurlijk gedrag belangrijk is. Dus we vinden ook dat we daar naar moeten handelen. Begin deze maand melden actievoerders voor sluiting zich bij de poorten van het dolfinarium. Doel is om te praten over de leefomstandigheden van de dolfijnen. Onder hen is ook de oud-trainer van Flipper. Ze nemen tegen de afspraak in de pers mee. En dus komt het weer niet tot een gesprek. It is a full-blown circus. And that's illegal, I understand, in Holland. De kritiek verbaast me niet, want die is van alle tijden. En het is natuurlijk ook een dier met zulke mythische, die zulke mythische eigenschappen wordt toegedicht. Die roept die kritiek een beetje over zich af. Maar ik vind het wel jammer dat we nooit echt tot een echte discussie toekomen. We komen nooit echt toe dat ik, als ik vraag waarom denk je dan dat die dolfijn ongelukkig is, dan wordt het vaak heel stil. In het dolfinarium van Harderwijk hebben de goed gedresseerde dieren voor een grote verrassing gezorgd. Voor het eerst is er namelijk een dolfijnenjong geboren. Een zeldzame gebeurtenis, omdat dolfijnen in gevangenschap vrijwel nooit jongen krijgen. Het dolfinarium in Harderwijk bestaat sinds 1965 en er leven nu 33 dolfijnen. Jaarlijks trekt het honderdduizenden bezoekers. Politiek Den Haag nam vorig jaar een wet aan die het verbood om kunstjes met wilde dieren in een circus te doen. Maar de situatie rond de dolfijnen in het dolfinarium is daar niet mee te vergelijken, zegt coalitiepartner PvdA. Volg de discussie natuurlijk volop, maar belangrijk is om te weten dat de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, onlangs langs is geweest om te kijken of er rare praktijken plaatsvonden. En dat blijkt helemaal niet het geval te zijn. Neem niet weg dat ik wel blij ben met een discussie over dierenwelzijn, maar die moeten we altijd blijven voeren. De discussie blijven voeren. Een discussie tussen voor- en tegenstanders, die er eigenlijk nooit was, maar waarin nu verandering lijkt te komen. Zo zullen de fracties van de Partij voor de Dieren en de VVD deze maand nog naar Harderwijk afreizen. Als de politiek erin geïnteresseerd is, dan is het goed dat de politiek daarna gaat kijken. En dan hoop ik gewoon dat die interesse zich vertaalt in een oprechte discussie en ook in een stukje diepgang. Wat nu eigenlijk aan de hele discussie ontbreekt. En is er sinds kort overleg tussen het dolfinarium en de organisatie World Animal Protection. Laten we kijken of we een aantal dolfijnen van het dolfinarium over kunnen brengen naar een echte goede opvang. Dus ergens in de zee, in een afgesloten baai. En dan is een paar jaar te gaan kijken van hoe ontwikkelt zich dat en hoe verhoudt zich dat met de dieren in het dolfinarium. Een voorzichtige opening, lijkt het, in de discussie over de toekomst van het dolfinarium in zijn huidige vorm.